Beste leerling, in de vorige lessen maakt je al kennis met de verschillende datatypes die we zullen gebruiken in JavaScript. Je maakt ook al de eerste oefening met de waarzegger en je favoriete snack. Ondertussen zou je eigenlijk moeten kunnen spelen met strings en met numbers. Tijdens van de vorige les kregen we een opdracht om de oefening van thermometer zelf te maken. In deze les gaan we die samen overlopen en samen verbeteren. Ook in deze oefening ga je aan de slag met zowel numbers als met strings die samen via een console log, schrijven naar scherm, op het scherm van de gebruiker moeten verschijnen. Dus wij gaan dat nu samen overlopen. In de volgende les gaan wij aan de slag met comments en met functies, zodat wij meer informatie kunnen geven over de werking van onze code aan bijvoorbeeld onszelf binnen een aantal jaar, of aan mensen waarbij wij een groepswerk samen maken, of later samen op de werkvloer staan. En functies waarbij dat je code kan maken en die, als je die nog eens nodig hebt, niet helemaal opnieuw moet maken, maar gewoon kan aanroepen. Gewoon kan verwijzen naar een stukje code dat je eerder gemaakt hebt en dan mooi inladen. Weet je, zoals in een kookboek, waarin dat ze niet telkens opnieuw het recept van slagroom zullen volledig vermelden op de pagina, maar gewoon vermelden, maak slagroom, zie pagina 238. Maar we gaan nu aan de slag met de oefening van thermometer. Wij gaan in deze les die oefening van thermometer eens samen maken. Normaal gezien moet dat lukken als je de vorige lessen opnieuw gemaakt hebt. Dan zit dat wel in de vingers. Op Replit gaan wij op zoek naar JavaScript. Voilà. Overlopen samen dus deze oefening. Thermometer, Celsius versus Fahrenheit. In Amerikaanse films spreken ze vaak over temperatuur in graden Fahrenheit. Ze werken niet met graden Celsius zoals wij gewend zijn. Dat zorgt soms voor een klein beetje verwarring. Wij gaan een programma maken die die temperatuur kan omzetten, dat het voor ons begrijpbaar is en voor Amerikanen ook natuurlijk. Dus we gebruiken daarvoor de maateenheid of Fahrenheit in Amerika. Hoeveel graden Celsius is dat nu? Wij gaan een variabele maken voor Celsius. We zullen bijvoorbeeld zeggen dat het 20 graden Celsius is om mee te starten. Een startwaarde, 20 graden Celsius. Wij zullen die graden Celsius omzetten naar Fahrenheit. De formule daarvoor is gegeven. Die krijg je in het handboek. We gaan een variabele aanmaken voor Fahrenheit. En we gaan dat ook omzetten van Celsius. Dus van Fahrenheit hebben we het van Celsius omgezet naar Fahrenheit en omgekeerd. We gaan het nog een keer de volgorde ook doen. En dan gebruiken in een console log om die te schrijven naar het scherm. Oké, op Replit. Even zorgen dat mij... Ja, terugsnap op Replit. Dus we hebben een variabele voor Celsius nodig. Var Celsius is 20. 20 is een number, dus ik ga dat zo laten staan. Geen aanhalingstekens, anders maak je er een string van. Var Celsius. En ik moet eigenlijk camel caption bij deze, dus kleine letter. Kleine letter, dat is correcter. Celsius naar Fahrenheit. Als ik wil omzetten van Celsius naar Fahrenheit, ga ik de formule gebruiken. De formule is Celsius maal 9 tussen haakjes, want de volgorde van de bewerking doet er wel degelijk toe. Gedeeld door 5 plus 32. Einde. We gaan een var maken voor Fahrenheit. En opnieuw, zorg dat mijn camel captioning klopt. Eerste letter, geen hoofdletter. Stel bijvoorbeeld dat het ook 20 graden Fahrenheit is. Dan ga je wel zien wat het verschil is. 20 graden Fahrenheit. En we gaan die Fahrenheit omzetten naar graden Celsius. En de formule daarvoor opnieuw gegeven, want die staat in het boek, is Fahrenheit min 32. Opletten van de haakjes. Volgorde van bewerking doet er toe. Opnieuw, maal 5. Delen door 9. Punt, komma. En dan voeren we de console log functies uit. Console log, schrijven naar scherm. Console log, Celsius.
plus. En dan begint onze string natuurlijk. Graden Celsius is Celsius naar Fahrenheit plus graden Fahrenheit. Punt, komma om af te sluiten. Console log Fahrenheit plus, en dan weer begint onze string, graden Fahrenheit of graden F is plus Fahrenheit naar Celsius plus, begint onze string, graden Celsius. Punt. Punt, komma. Controle. Er zit iets verkeerd. Hier zal hij zeggen, syntax error missing after argument list. Daar ontbreekt, hij ziet er al bij staan, regel 5, dat daar een plusje zal ontbreken. Hier ontbreekt een plusje tussen mijn string en de volgende variabelen. Dus zo weet je ook, foutje snel gemaakt, wat er ontbreekt. 20 graden Fahrenheit is 68, 20 graden Celsius beter is 68 graden Fahrenheit. 20 graden Fahrenheit is min 6,666667 graden Celsius. Ik zal de code vlug noteren in jullie syllabus. Dus de code is 6 regels lang. We starten met een var voor Celsius van 20. De verwarring tussen Celsius met een S en C komt gewoon... Celsius in het Nederlands is met de S, Celsius in het Engels is met de C. Vandaar dat in het cursus soms een beetje door elkaar gebruikt wordt. Celsius naar Fahrenheit is... Celsius maal 9 delen door 5 plus 32... Fahrenheit is ook 20. Dan zie je hoe ver dat die van elkaar verschillen. Var Fahrenheit naar Celsius is, en dan mijn formule, haakje haakje, Fahrenheit min 32, haakje dicht, maal 5, haakje dicht, deel door 9. En dan sluiten we af met 2 console.logs. 2 console.logs. En daarvoor verwijs ik gewoon... Ik ga die niet volledig overschrijven, maar die console.logs... Deze en deze vind je hier dus terug. Die ga ik niet volledig meer overschrijven. Voilà, klaar. Volgende oefening. Pas onderstaande code aan, zodat ook graden Kelvin, wordt vaak gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in fysica of chemie ga je dat vaker tegenkomen, zeker in de wetenschapsrichting, te berekenen. Noteer de toegevoegde code hieronder. Dus, we gaan ook eens berekenen hoe het werkt voor graden Kelvin. Graden Kelvin, als je dat opzoekt op Google, graden 1 graden Celsius naar graden Kelvin, is dat vrij eenvoudig. Var, we hebben enkel 1 var nodig, Celsius naar Kelvin. Wat is de berekening daarvoor? Is eigenlijk graden Celsius plus 273.15. Opgelet, een comma-getal in JavaScript is 273.15, niet comma. Comma en punten... Hij maakt daar een verwarring die niet opgelost raakt. Je gebruikt .15. Net zoals dat je in Excel, als je hem in het Engelstalig zet, moet je ook punt gebruiken. Dus hoe kom je graden Kelvin? Graden Kelvin is eigenlijk gewoon graden Celsius plus 273.15. 0 graden Celsius is eigenlijk 273,15 graden Kelvin. We zullen daar ook een mooie console log voor schrijven.
console log Celsius plus weer string hup, graden Celsius, bijvoorbeeld 20 graden Celsius is Celsius naar Kelvin plus weer begin van mijn string graden Kelvin. Einde statement. Voilà. 20 graden Celsius is 68 graden Fahrenheit. 20 graden Fahrenheit is min 6 graden Celsius. 20 graden Celsius is 293,15 graden Kelvin. Klaar. Wat zullen wij toevoegen? En we zullen het ook opschrijven onderaan bladzijde 12. Wat wordt er toegevoegd? 1 var Celsius naar Kelvin is Celsius plus 273,15. En dan voegen we toe, ik ga een paar puntjes zetten. Console.log. Console.log, waarbij we Celsius plus graden Celsius is plus Celsius naar Kelvin plus, ik zal de volgende regel verder doen, Celsius naar Kelvin. Kelvin een beetje mooier schrijven. Kelvin plus, en dan begint weer mijn string graden Kelvin punt en afsluit. Voilà. That's it voor deze oefening. Voor de volgende oefening gaan we aan de slag met comments en met functies. Maar dat zien jullie in de volgende les. Dus deze oefening is in totaal op te lossen in 8 regels code. Het is zelf mogelijk dat het minder kan. Dus voor de volgende les gaan we aan de slag met comments en met functies.